Yo filmbuddies, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Filmfabriek video. En dit keer reviewen wij Baby Driver. Ik zag de poster met de namen Ansel Elgort, Kevin Spacey, Jamie Foxx, John Hamm, John Bernthal. En ik dacht, wat wordt dit voor een gruwelijke film? Ik vraag me echt af hoe Edgar Wright, de regisseur van deze film, al deze sterren in zijn film heeft gekregen. Edgar Wright, die we kennen van Shaun of the Dead en ik ken hem het beste van Hot Fuzz. En dan denk ik bij mezelf, waar is acteur Simon Pegg? Hij speelde in zoveel films van Edgar Wright en niet in Baby Driver. Ik heb hem niet gezien. Waar was je? Maat, wat doe je? Ik heb deze film op een best wel speciale manier gekeken. Ik heb altijd als kind gedroomd om mijn eigen filmavondjes te organiseren. En dat begon heel klein op een kantoortje met 30 man. En uiteindelijk waren we nu met een Filmfabriek preview in de Pathé Arena. Zaal 300 man. Ik vond dat zo gruwelijk. Helemaal een Filmfabriek stijl. Rode loper, heel mooi artwork als achtergrond. En ik mocht de filmavond openen en ik was er zo enorm blij mee. En ik wil je ook van harte uitnodigen om jezelf alvast aan te melden voor de volgende Filmfabriek preview. Stuur dan even je gegevens naar filmfabriek@online.nl en dan hou ik je op de hoogte van de Filmfabriek previews. En wie weet kan je er wel bij zijn de volgende keer. Goed, genoeg reclame. Baby Driver, Doc die gespeeld wordt door Kevin Spacey. Waar gaat de film eigenlijk over? Doc is zelf ook een beetje een gestoord persoon. Hij blijft Baby zo onderdrukken dat hij ritjes blijft doen totdat het gloeiend misgaat. En ik zat te denken, waar doen we die gestoorde criminelen aan denken? Ik vind het een beetje Suicide Squad, maar ik vind het ook een beetje Smoke and Aces. Ook zo'n heerlijke actiefilm. Met van die heerlijk mentaal gestoorde criminelen. Ik heb natuurlijk mijn mening, maar de mensen die aanwezig waren bij de Filmfabriek preview ook. En wat was hun eerste reactie? Kan jij in één zin vertellen, valt hij mee, valt hij tegen, is hij fantastisch, is hij uber duber vet? Ik moet heel nodig naar de wc. Wow. Een van de beste films die ik laatst heb gezien. Geen grap. Dat is fijn, dat is fijn. Ik ben blij dat je die bij mij hebt gezien. Ja, alsjeblieft. Wat viel je op? Was het de kamer? Was het de acteurs? Was het de muziek? Nee, ja, de muziek. Muziek, hè? Ik vond hem hartstikke goed. Maar onverwachts voor Edgar Wright. Het is wat comedie en dit is meer een chase thriller, hè? Ja. Rollercoaster. Ik vind het onwijs creatief gedaan. Denk aan de opening sequence waarin je Ansel Elgort door de straten van een grote stad ziet rijden met criminelen in die auto en geachtervolgd worden door politie. Dat is al heel vet. En vervolgens heeft hij de auto geparkeerd en haalt hij kopje koffie. En dan zie je op beeld, zie je ook met al die namen en die artwork, dat ik denk bij mezelf, zo vet gedaan. En dan heb ik het nog niet eens over de muziek. Deze film, het is sowieso altijd al lekker kijken wanneer de beelden gesneden zijn op de beat van de muziek. Maar deze film gaat veel verder. Deze film die snijdt ook op het schieten van pistolen, het gunshot, dat geluid, maar ook het neerleggen van geld. Dat je dat gewoon op de beat, op de maat doet. Dat kijkt zo lekker weg. Ik sprak een aantal mensen die ook zeiden van ja, doe me een beetje denken aan Drive met Ryan Gosling. Maar Drive is een veel mysterieuzere film. Het heeft ook een lekkere soundtrack, net als deze film. Oh my gosh, zoek even die Spotify-lijst al. En Baby Driver is veel lichter, veel romantischer. Niet voor niets die kleur roze. Het doet me ook denken aan die film over dat varken. Maar dat was niet Baby, maar Babe. De film gaat natuurlijk met name over het feit dat Baby uit de wereld van criminaliteit wil stappen. Het goede leven wil. Met een mooi meisje de weg op wil gaan. Muziek en oh, long live the fun things in the world. Hij wordt steeds verder in dat criminele circuit getrokken. Met allemaal gestoorde mensen. Met als hoogtepunt Bats, gespeeld door Jamie Foxx. En man, echt waar. Ik vind het zo gruwelijk vet gespeeld door hem. Hij zorgt echt wel voor onverwachte momenten. Dat je denkt bij jezelf, wat ben jij een gestoord persoon. Baby Driver is echt de film waar je zowel met vrienden naartoe kan gaan als met je date. Het levert. Het is een alomvattend verhaal. Het is uniek. Het is echt niet blockbuster shizzle. Maar het is gewoon een lekker verhaal. Het is ritmisch. Het is gewoon echt een kunstwerk. 5 filmfabriekjes voor Baby Driver. En ik ben ook heel erg benieuwd naar jouw mening. Ben je het helemaal met me oneens? Of viel jou nog iets op wat ik niet heb gezegd? Laat het weten in de reacties. En ook als je vragen hebt over deze film, stel ze aan mij. En ik wil ook bij deze heel graag Universal Pictures, Sony Pictures bedanken. Dat ze mij helpen bij de Filmfabriek preview. Echt, gracias. En anders verwijs ik je heel graag door naar de video die ik woensdag heb geüpload. Bam! Klik op de video. En ik heet je van harte welkom als je op die abonneerbutton klikt. Ik heb elke woensdag en vrijdag voor jou een video klaarstaan. Jongens, ik zie u later. Ciao!